Morgenavond staat er in Breda een avondje NAC te wachten voor FC Groningen. Het is spannend, want na twee keer niet te hebben gewonnen in de Eredivisie, is het de taak aan de selectie om nu eens 3 punten mee te nemen naar het noorden. Hoe gaat de parel van het noorden de parel van het zuiden bestrijden? We houden nog even voor onszelf, maar iedereen weet wat een avondje NAC inhoudt en dat zal sowieso met veel strijd moeten. Ik denk dat het veel beter moet als afgelopen week. Dat weet iedereen. Ik denk als we met veel passie en strijd gaan spelen, dan moet het goed komen. Ismaël Idrissi sprak tijdens de training met Ernest Faber. Zou Idrissi dan eindelijk weer fit genoeg zijn om 90 minuten te spelen? Ja, nee, goed, tuurlijk als voetballer wil je altijd elke wedstrijd 90 minuten lang spelen. Maar ik heb een maand tijd heel weinig gedaan. Ik had een lies-blessure. Dus dan is het denk ik niet meer dan logisch dat je eerst ritme gaat opbouwen en dat je dan niet 90 minuten vol kan omdat het niet verantwoord is. Directeur Hans Nijland zei eerder deze week dat de selectie de groene hel weer vol moest spelen. En dat is volgens hem mogelijk met goed voetbal. Nou ja, dan moet er veel beter voetbal komen dan dat we tot nu toe hebben laten zien. Want ik begrijp dat mensen kritisch zijn en dat het niet goed is. Dus dat zou met veel leuker en aantrekkelijker voetbal moeten gebeuren. En dan hopelijk komen de mensen weer terug. Binnen de spelersgroep is er geen paniek over de lege stoelen in de Euroborg. Nee, dat is denk ik niet ons pakje aan. Natuurlijk, het is voor ons een verplichting als het ware om goed voetbal te leveren thuis in het Noordlichtstadion. Dat moet uiteindelijk tot meer publiek gaan leiden, maar het is niet dat wij daar intern over spreken. Wij hebben het meer over het voetbaltechnisch gedeelte. Morgenavond om 19:15 is de aftrap van NAC Breda FC Groningen. En aan het einde hopelijk weer eens de 3 punten voor de FC.